Goedemorgen, het is vrijdag. Ik dacht, ik kleed me lekker aan. Ik doe lekker mijn cupje op, zodat ik helemaal in de spirit kom. Ik heb weer mijn supermouwen trui aan. Vloe! Die is van H&M trouwens. En een slangenbroek met een flared pijp. Die heb ik een tijdje terug bij de Zara gekocht. Eigenlijk voor mijn productminderingsmissie die ik mezelf een beetje heb opgelegd. Evie is net bij mij geweest, mijn superassistent, om een heleboel styling items overal terug te brengen. En ook wat Sarah dingetjes terug te brengen. De huis is nog steeds een mes en ik had eigenlijk shownieuws vanavond. Maar ik werd net gebeld dat het heel erg veel over muziek gaat. Dus dat Dianta lekker aan de desk staat. Dus ik heb een vrije avond, wat me echt goed uitkomt. Want zoals je hoort heb ik echt last van mijn keel. Wil ik eigenlijk niet ziek worden. En dacht ik ook echt, oh, het zou fijn zijn om gewoon lekker door te werken en alles af te ronden en dan te gaan slapen. Dus ik ga denk ik de hele avond in huis gewoon al dit soort dingen opruimen, uitpakken. Zoveel mogelijk doen en daar heb ik echt heel veel zin in. Even wat orde scheppen, super lekker. Ik zit lekker met Leen bij Hotel V en we hebben alle gezonde voornemens laten varen. Want we eten vlamkoeken en American pancakes met banaan en spek. En omdat ze hier altijd zo lief zijn, hebben ze ons gewoon alles al in tweeën gedeeld en ons extra grote porties gegeven. Oh my god. We dachten wat een klein pannenkoekenbordje, maar we hebben er dus twee. Kan ik hier niet dansen als jij de camera op hebt? Is goed. Oh my god, jongens. Half zeven op de vrijdag. Helemaal rock and roll. Hoe gaan we? Kunnen we nu hierna chillen of voelen jullie je ook nog niet zo? Nee, totaal niet. Echt helemaal niet. Oh my god. Wat gaan we allemaal eten vandaag? Ja, goede vraag. Lena had wel ideeën. Ik eet dadelijk bij Shanghai Noodle. Lekker. Twee dagen per rij. Zeker wel. Nee, bij Saigon nog gisteren. Oh, is een heel ander verhaal. Oh, en Chinese soep. Totaal anders. Oké, is goed. Goedemorgen. Er is dus iets heel erg liefs gebeurd. Een week geleden ongeveer hadden we natuurlijk de Mercures. En Linda Meijer was voor twee prijzen genomineerd en die hebben we allebei niet gewonnen. En terwijl ik daar zat, was er een kerstfeest aan de gang met allemaal meiden die bij het agentschap van Lena zitten. Dus Nicole, Sabrina, Stephanie, maar ook Jordi zit daarbij bijvoorbeeld. En toen hoorden ze dat. En op dat moment had Sabrina, het was samen met Yves Saint Laurent gehost, dus de het stond helemaal in het teken van goud en zwart en beauty en dat soort dingen. En één iemand won een Yves Saint Laurent clutch. En die had Sabrina dus gewonnen. En zij heeft eigenlijk een iets strakkere, meer Scandinavische stijl. En toen heeft ze dit dus aan mij gegeven als troostprijs. Ah! Het zou mij echt niet uitmaken, al is het een plastic zak. Ik vind dat het allerliefste gebaar ooit. Ik moest ook huilen toen ze dat zei. Ik vond het gewoon zo zoet en zo schattig. En dat je dan zo aan een ander denkt, vond ik zo lief. Dus ik ga nu een leuk cadeautje voor haar in de stad kopen. Een lekkere massagebon of zoiets, dat zij zich ook in de watten kan leggen. Dus ik vond dat zo'n lief gebaar. Was er echt heel ontroerd. Dus dat geeft het wel een extra betekenis. Ik vind het heel erg leuk en lief. Dus dat, we gaan nu als een razende gek de stad in. Natuurlijk de zaterdag voor kerst, omdat we altijd te laat zijn in het leven. Nog wat kerstcadeaus te kopen en dan gaan we naar Jordi's familie. Zijn vader en zijn broer zijn jarig. Kerstbabies. Ik heb aan mijn jurk van Samsu en Samsu en hele hoge zwarte laarzen van leer, zodat ik het lekker warm heb. Het is echt een lifehack. Hele hoge laarzen en dan een thermolegging en dan een lange jurk. Dan zie je er heel feestelijk uit, maar je hebt het ook heel warm. En daar kun je dan nog overheen bijvoorbeeld een leuke blazer doen of zo. Dan heb je heel veel laagjes. We zijn op mijn kantoor en ik wil jullie even de pakjes madness laten zien. Wat hier allemaal binnenkomt, zijn mijn feestdagen. En ik heb dus het leukste ever gekregen. Enorm kerstsok, gewoon formaat mensenlichaam.
die tot de nok toe gevuld is met Charlotte Tilbury. Wat ik dus, zoals je in een paar vlogs geleden ziet, heel veel op mijn gezicht smeer. De vloeibare highlighter van Charlotte Tilbury is echt het beste wat ik ooit heb meegemaakt qua highlighters. En dat wil je. Jordi zit helemaal in zijn nopjes. We hebben hier wat cadeaus liggen voor onze familie. Dus die zijn we even aan het verzamelen. Het is ingepakt en wel. Het zit in deze drie tassen. En ik heb heel veel lekkere dingen gehaald. Cheesecake, chocolade dingen, allemaal lekkere chipjes. Het is super gezellig. En ik ben ook nog eens op tijd. Yes! Ik ga nu naar mijn ouders toe. Mijn ouders hebben toen we, ik denk 3 of 4 waren of zo, een appartementje in Amsterdam gekocht. Ze werkten allebei in Eindhoven. Zoals je vast niet is ontgaan aan mijn zachte G. En ze waren dol op Amsterdam en ze wilden hier eigenlijk altijd zijn. Dus ze zijn hier elk weekend nog steeds al, nou ja, 25 jaar dus. Dus ze vieren het altijd bij hun thuis en dat is heel gezellig. Dat verklaart waarom ik dus naar mijn ouders in Amsterdam ga en niet in Eindhoven. We pakken altijd mega uit. We zijn niet heel materialistisch als gezin. We geven elkaar geen huge verjaardagscadeaus of zo over het algemeen. Al vinden we het altijd leuk om elkaar in de watten te leggen. Maar het is niet een must of zo. We doen geen kerstcadeaus. Eigenlijk is dit wat bij ons altijd Sinterklaas is, maar nu verschoven werd. Het enige moment waarop we echt uitpakken. Dus ja, we hebben dit jaar gezegd, hou je een beetje in. Het hoeft niet groot te zijn. En het gaat niet om de cadeaus. Maar iedereen vindt het zo leuk om voor iedereen iets te vinden wat die ander echt blij maakt. Dat het toch niet helemaal is gelukt, geloof ik. Lekker kaas voor nu en we gaan nu cadeaus ronde 2 doen. Hallo allemaal, het is maandagochtend en dat betekent dat er officieel een einde is gekomen aan Vlogmas. Want de echte Christmas gaat nu beginnen. Ik vond het echt een hele interessante reis om elke dag mijn leven vast te leggen en te delen. Het was echt heel anders dan weekvloggen, omdat je wel moet en je deelt daardoor veel echtere en kwetsbaardere dingen. En ik hoefde me ook minder druk te maken van is het wel interessant of niet, want juist die korte, nutteloze dingetjes vonden jullie ook leuk om te zien. Dus ik heb er echt veel van geleerd en voor mijn gevoel een nog hechtere band met jullie opgebouwd. En het is echt voor herhaling vatbaar. Ik ben ook wel blij dat het er nu even op zit, want het was heel veel denkwerk, regelwerk, editwerk. Het heeft ons veel tijd gekost natuurlijk, maar ik vond het echt heel erg leuk. Dus ik denk dat ik bijvoorbeeld in de zomer of als ik een bijzondere trip maak of jarig ben of weet ik veel wat, rondom een specifiek moment zeker nog een keer zoiets ga doen. En ik wil jullie heel erg bedanken voor alle lieve berichten. En ja, het voelde echt alsof we de hele maand een beetje samen hebben meegemaakt. Dus dankjewel voor alle liefde en ik zie je heel snel over ongeveer een week in een leuke recap van kerst en oud en nieuw en al dat soort dingen. En voor nu geniet heel erg van deze laatste dagen en ik wens je alle liefde toe. Doei!